9 wethouders uit de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en een afvaardiging van de samenwerkende partijen binnen werkgever Servicepunt gingen vanochtend letterlijk op de koffie bij een geselecteerd aantal werkgevers uit de regio. RTV Arnhem sprak met voorzitter Gelderland Marcel Hielkema en Barbara Vasco van het werkservicepunt Midden-Gelderland. Wat gebeurt hier allemaal vandaag? Vandaag hebben we eigenlijk de kick-off van het werkgeverservicepunt. Onderdeel van de participatiewet, waarin we in Nederland hebben gezegd dat er 125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, voor onze regio, Midden-Gelderland, betekent dat dat we voor 2026 2200 banen gaan creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En vandaag is hier in deze regio de grote kick-off. Maar die negende laat zich keurig vervangen. Dus we gaan met een grote groep op pad, wethouders en accountmanagers van het werkgeverservicepunt, naar ondernemers, naar bedrijven, om uit te leggen wat het werkgeverservicepunt kan doen en hoe we kunnen helpen, voor ondernemers kunnen helpen om posities in te vullen. Nou, eigenlijk is er in het kader van die participatiewet nu iets gebeurd waar we al jaren op zitten te wachten. 1 aanspreekpunt voor bedrijven om posities in te vullen. Dus niet meer allemaal losse gemeentes, accountmanagers, verschillende diensten, maar 1 gezamenlijk punt waarin als je zegt ik heb een vacature, kan je iemand plaatsen, deze mensen die dan kunnen helpen. Niet meer van het kastje naar de muur, maar 1 aanspreekpunt. Dat betekent dat de gemeentes in de regio samenwerken op dit gebied? Ja, goed hè? Ja, hartstikke mooi. Precies dat is nu gebeurd. De 9 wethouders, samen met accountmanagers van het werkgeverservicepunt, ieder 5 bedrijven in hun eigen gemeente gaan bezoeken. En daar aanbieden, uitleggen wat de participatiewet is. Uitleggen wat het werkgeverservicepunt kan doen en dan vervolgens weer naar de volgende bedrijf gaan. Daar zal wel een opvolging vanuit het werkgeverservicepunt dan zijn om meer informatie te geven op een later stadium. Midden-Gelderland moet 450 banen creëren. Zal dat lukken? Nou, het is 450 banen voor eind 2016, waarbij de overheid er een aantal voor zijn rekening neemt en werkgevers. Als ik kijk naar hoeveel bedrijven er zijn en hoe de gesprekken in de eerste 10 weken dat we nu bezig zijn, zijn gelopen, dan zijn die heel positief. Dus ja, dat gaat absoluut lukken. Wat is hier vandaag aan de hand? Vandaag is de opening van het werkgeverservicepunt Midden-Gelderland. Wij zijn een samenwerking tussen 10 gemeenten, UWV en PCK-bedrijven. En wij ondersteunen ondernemers onder andere bij de baanafspraken die voortvloeien uit de participatiewetgeving. En daarnaast informeren we ook over wetgeving, subsidieregelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en onder andere arbeidsmarktinformatie. Wie heeft het initiatief genomen vandaag dat dit bij elkaar kwam? Het initiatief is al een aantal jaren geleden geweest door alle gemeenten en UWV en PCK-bedrijven. En sinds 1 januari 2015 is het dan ook zo dat we officieel geopend zijn en dat die samenwerking dus hier vanuit deze werkgeversservicepunt plaatsvindt. Vandaag gaan 9 wethouders op pad naar werkgevers. Wat gaan die daar doen? Zij gaan onze dienstverlening onder de aandacht brengen. Het werkgeversservicepunt is natuurlijk nog heel nieuw en voor ondernemers nog niet echt te vinden. Dus vandaag hebben we besloten om de opening op die manier dan ook te vieren. Wij gaan naar ondernemers. Geven aan wat wij kunnen doen, kunnen betekenen in ontzorging vanuit die participatiewetgeving. En op deze manier openen we ons officieel.